En dit is nu mijn Drenthe. Het gebied om te wonen, te leven en te werken. Geweldig. En natuurlijk gaan we hier altijd genieten op onze fiets. Racefiets, mountainbike. Altijd weer even leuk. Rabobank Assebeile is een brede financiële dienstverlener. Wij verkopen alle producten, zoals beleggingen, sparen, hypotheken, betalingsverkeer en verzekeringen. Dat doen we aan allerlei klanten. Particulieren, bedrijfsklanten, zoals het middenbedrijf, het grootbedrijf, maar zeker ook de zorgsector en de agrarische sector in deze regio. Onze Drentse klanten vinden het uitermate plezierig dat ze als het ware geholpen kunnen worden door ook echt Drentse collega's. Dat we zo dichtbij zijn, dat we aanspreekbaar zijn. Maar ook dat we heel betrokken zijn bij de omgeving, door op allerlei manieren te participeren in netwerken. Zo hebben wij een eigen Rabofonds waaruit we allerlei projecten ondersteunen. Goed voorbeeld is de Vuelta in 2009, wat mogelijk in 2015 haar vervolg krijgt. Maar ook het NIC in Assen sponsoren we. Het Cubi Museum in Grollo heeft ook een bijdrage van ons mogen ontvangen. En u hebt het gehoord over het enorme succes van dit museum. En tenslotte is ook leuk om te vermelden dat we bij een school een bijdrage hebben geleverd voor de bibliotheek. Onze filosofie is dat we gaan voor tevreden klanten. Want als we tevreden klanten hebben, dan zijn wij ook tevreden als directie van deze bank. En dat doen we vooral met hele goede deskundige medewerkers. Allemaal hbo-niveau. Zo jongens, klaar voor. Wij verwachten van onze mensen nog veel meer dan hun deskundigheid. We zien ook graag dat ze als Rabo-ambassadeur optreden voor en na werktijd. En dat doen ze onder andere door veel vrijwilligerswerk, maar ook door sportieve activiteiten, zoals wielrennen. Daar zijn we met z'n allen vrij actief in. Ik had het op elkaar. Ja. Als directeur van de Rabobank ben ik enorm trots op mijn onderneming. Ik ben heel erg betrokken bij mijn klanten, mijn bedrijfsklanten en mijn particuliere klanten. En als Drentrepreneur ben ik enorm trots om in Drenthe te mogen ondernemen. Hier is letterlijk en figuurlijk enorm veel ruimte voor dat ondernemen.